Deel 12 van Bij een minnares in de biechtstoel. Ik begon geloof ik hard op de raaskallen en de geluiden van de radio hadden jou en je huisgenoten gealarmeerd. Ik zag jullie schimmen wel, steeds even turend voor het raam en dan weer snel wegschietend. Nu, dacht ik, nu zal ik binnenkort wel verraden worden. Zeg het me eerlijk, jij die mijn hart in vuur en vlam stak, jij bent toch niet die bewuste nacht mijn Judas geweest? Of dacht je, nu wordt het allemaal wel erg gevaarlijk en erg doorzichtig? Waar een heimelijke, onzichtbare flirt al niet toe kan leiden, hè? Zo zag je maar. Ik ving al je sensuele dromen op, want mijn voelsprieten waren op dat punt uiterst ontwikkeld, geraakt en zeer subtiel inspelend op jouw achterhoofdverlangens, de opgeblazen meisjesmysteries. Ik hoefde mijn kloosterraam maar te openen en ze binnen te laten. Ik richtte mijn starende blik op jouw slaapkamer. Ik richtte mijn starende blik op jouw slaapkamer en de beelden kwamen vanzelf. Dat was geen visualisatie. Ik was slechts een geestelijk vangnet voor jouw opwindende dromen. Helaas bestaat er geen justitie voor dit soort zaken. Maar ik zou het zeker winnen, wat ik je brom. Wees maar gerust. Ik zou je niet durven aanvallen. En waarom zou ik ook? Het was immers grote lol, ontken dat maar niet. Broeder Johan, ben jij dat? Hoorde ik zeggen. Het was wel enkel mijn geestelijk leidsman. Ja, ik ben het, zei ik verslagen, als een dief op heterdaad betrapt. We zijn gebeld door de pachtboer, zei hij op een nauwe toon. Zij hadden iets gehoord en iets gezien en het kwam uit de kloostertuin en of we maar even wilden gaan kijken. Ik voel me niet zo goed, zei ik, en ik wilde gewoon wat naar de radio luisteren. Luister maar, het is best leuk ter afwisseling. Maar zij hebben er last van en je kunt toch niet zo in die kou blijven. Kom, laten we teruggaan naar het klooster. Goed, zei ik. Jij bent de baas. Hoe vond je trouwens de kerstnachtviering? Ik heb gehuild. Waarom? Wat denk je? Nou, we praten er nog wel eens over. Goed, wanneer we alle tijd hebben. Niet nu, want nu kunnen we beter gaan slapen. Vindt u? Ja, dat vind ik. Oh. De kloostergangen konden naar mijn idee overal zijn. In Solesmes? Malle of Oliet of in Oosterhout, alwaar Frederik van Eden Roomse rakker werd. Ik raad je aan het rode lampje van Frederik van Eden eens te gaan lezen. Er waren in Egmond zelfs nog enkele broeders die van Eden gezien hebben, ontmoet hebben, toen hij zoals de meeste kunstenaars vroeg of laat prooi werd van zijn gekte. Gekte of genialiteit, dat grenst nogal, zoals je wellicht zult weten. Die arme Frederik. Waar kan een mens ook heen als hij alle hoop verliest? De heilige moederkerk komt dan heel goed van pas en er is genoeg franje om je in te verliezen. Van Eden begroef zich diep in de warme schoot van Maria. Hij raakte meer dan overstuur, net als ik. Ik verdween in dezelfde geëxalteerde krankzinnigheid. De deuren naar de werkelijkheid gingen niet meer open. Er werd een groot net over mij heen gegooid. Enkele duivels hadden grote schrik. Ik verloor mijn verstand. Ook al was mijn intellect in die periode hoog gespannen, maar dat gebruikte ik vooral voor de verdediging. Mijn geestelijke leidsman heeft nog wel geprobeerd met mij te praten,
wat geheel mislukte, daar ik te ver heen was en ik ontweek hem continu. Zo zat ik bijvoorbeeld steeds met mijn pen te spelen en vond ik dat veel belangrijker. Ik was voor niemand meer bereikbaar, totaal verschanst, wat in wezen al rond mijn 7e levensjaar begonnen is. Mijn ouders hadden een zomerhuisje in Gasselte en dat lag aan de rand van de bossen. Op een dag besloot ik in het bos een hut te bouwen en daar deed ik dan flink wat prikkeldraad omheen. In die hut verzon ik mijn eigen liedjes en een oude stofzuigerslang deed dienst als microfoon. Mijn vader kwam nog eens vast te zitten in het prikkeldraad, een kleine overwinning. Vermoedelijk is mijn besluit tot algehele terugtrekking terug te voeren tot mijn babytijd. Ik ben al heel vroeg getraumatiseerd. Ik ben op geen enkele wijze gevoed door mijn ouders. Onbewust. Wat hen betreft. Alleen maar kritisch bejegend en dat laatste hartverscheurend hardhandig. Van de term vrijheid kon ik enkel dromen en droom ik nog steeds. Al valt die droomtijd te betwisten, want al mijn tijd ging in het overleven zitten. Een vorm van overleven die mij constant gespannen hield. Ik ging gebukt onder het zware juk van een levensbedreigende situatie. En dit was niet denkbeeldig, meer psychisch, maar ik heb je toch verteld van dat mes tegen mijn slaap. Nou, in mijn geest herhaalt zich die aanval keer op keer. Wat natuurlijk ook een karmisch euvel kan zijn. Mijn satanische vader, althans zo beleefde ik hem toen, blijft maar op mij inhakken met dat vervloekte ijzeren mes. Als het zwarte schaap, de zondebok van de familie, heb ik vaak gevreesd voor mijn leven. Menigmaal had ik angstvisioenen over vergiftigingen met monnikskap of rattengif. Of wanneer ik na een slecht gevallen fles notenwijn midden in de nacht de wastafel eronder klotste en ik dus op mijn zwakst was, dat ze dan zouden toeslaan met een dolk of met een kussen. Mijn jongste broer kon ik in die tijd ook niet meer vertrouwen. Dat was vlak voor mijn eerste opname in een van de Nederlandse gestichten. Dat is van na jouw tijd, maar laat ik dit erover zeggen. Nergens heb ik me veiliger gevoeld en nergens heb ik aardiger mensen ontmoet dan in de gestichten. Sommigen stapten moedwillig uit het leven, anderen als totaal verslagenen, vereenzaamd tot op het bot. Ik heb met hen gegeten, gepraat, gelachen en gedanst. Ik hield van hen en ik heb nog steeds met hen te doen. Ik weet dat zij zich hebben opgeofferd voor de mensen en dan met name de geliefden op aarde. Pogingen waren er alom. Maar lukte het iemand, dan was de verslagenheid, de verbittering en de woede enorm groot. Een mens is van vlees en bloed en ieder mens is het waard om zielsveel van te houden. Heb jij ooit de pijn van zo'n lege plek ervaren? Ik hoop het van niet voor jou. Het is ronduit verschrikkelijk. Heb jij ooit in een isoleercel gezeten? Ben jij ooit platgespoten? Werd jij 's nachts afgesloten van de wereld? Moest jij ooit psychisch met de billen bloot? Ben jij ooit door nachtbewakers met een felle zaklamp beschenen, oraal vernederd en als een beest teruggejaagd naar de kooi? Heb jij ooit voor de deur van een crematorium gestaan op het Centerparks-achtige terrein van een gesticht, terwijl het stortregende?
En jij ooit afgebekt door een jaloerse verpleger terwijl je onder de kalmerende middelen zat? Heb jij ooit een bevriende alcoholist gekust terwijl je wist dat het de laatste keer was? Heb jij ooit tegen het slipje van een geliefde aangekeken, bevlekt door de urine, midden in een schemerig bos, terwijl de depressie door je bloed gierde? Heb jij ooit geneukt onder de douche van een paasafdeling, terwijl de perverse nachtzusters vermanend, maar onderhand giechelend van geilheid voor de deur staan? Wilde je ooit zelfdoding plegen door een sprong van de brug? De volgende ochtend zag ik dat de sloot droog stond.